Nou, dat hebben heel veel mensen al gezongen. Dat is eigenlijk bijna gedaan door elke grote artiest. Ja, ik kon niet achterblijven. Ik denk dat ik een paar kilo's aangekomen ben hier, ja. Jeetje Gerard, over de klappen van 2023. Nou nee, het is, kijk, het is ook een ongeluk. Hebben ze voorspeld, hè? Dan zit ik een verkeerde etage. Had ik gisteren ook al. Hallo, leuk dat jullie weer kijken naar mijn nieuwe vlog. Ik moet je zeggen, het was natuurlijk hartstikke leuk op de wintersportvakantie. En ja, de eerste vlog van afgelopen dinsdag is heel veel bekeken en jullie waren ontzettend enthousiast. Dus dank jullie wel voor alle leuke complimenten. Ja, ik heb ook nog een clipje opgenomen. Ik kom namelijk binnenkort met een EP uit met Nederlandstalige liedjes, 4 nummers. Maar het najaar met 5 Engelstalige liedjes. En dit is een all-time favorite. Die heb ik opgenomen. Climb Every Mountain. Ja, dat kan natuurlijk niet. Het is ook geboren daar in Oostenrijk, dat liedje. Dus ik heb daar een clip van opgenomen. Zowel in de kerk als bij een ijswaterval. En dat was fantastisch. Dus daar kan ik je nu wat beelden van laten zien. Wij vonden het persoonlijk heel erg mooi. Ik hoop dat jullie het ook leuk vinden. Nou, we gaan een clipje opnemen. Het liedje dat heb ik al vorig jaar al een keer ingezongen. Er komt eind van het jaar een EP'tje uit met 5 Engelse tracks. Een soort bonus track. Climb Every Mountain. Nou ja, we zitten nu in de bergen. Laten we het even doen. Want we gaan een clipje opnemen. Het nummer Climb Every Mountain. Nou, dat hebben heel veel mensen al gezongen. Dat is eigenlijk bijna gedaan door elke grote artiest. Ja, ik kon niet achterblijven. Maar het mooie van het liedje is dat ik het ooit een keer gezien heb bezongen door een non in Oostenrijk. Toen heette het nog The Sound of Music uit de jaren 60. En we hebben het met groot orkest opgenomen. Het is geproduceerd door John Deerne. En nou ja, een passerende plek als in Oostenrijk om dat liedje nog een keer te mogen zingen. Is natuurlijk fantastisch. Nou wil het toeval dat Jacob van Platzer Hotel ons de gelegenheid geeft met cameramensen en deze prachtige plekjes op gaat zoeken. Dus wij gaan zo vrij vertaald de bergen beklimmen, oftewel Climb Every Mountain. Maar het heeft natuurlijk een totaal andere betekenis. Ik heb ooit een keer een prijs gekregen. Dat was de oog, oor en penprijs. Dit was dan de oorprijs en daar stond ook op, voor beginnende artiesten, Climb Every Mountain. Nou, dat gaan we doen. Mooie, ja, het was ook wel een mooie inleiding, al zeg ik het zelf. Hé Jacob? Ja, precies. Nou, zijn we nou klaar met dat geouwe hoer? Nou, we zijn nu naar de eerste locatie aan het lopen voor mijn clip. Maar ik vind het eigenlijk een pieverzet lopen. Vroege morgen. God allemachtig. Maar ja, als je ziet wie er weer allemaal voor mijn touw zijn, dan denk ik ook wel eens, ja, wie ben ik eigenlijk? Nou ja, toch hier het Jolien kan er ook niet meer van maken. Vreselijk, dat blijft een tyfusint. We gaan de opnames, Gerard. Heel goed, het is min. Wat is het, min? 7, min 8, hè? Het is nog wel te doen, hoor. Maar als je hier alleen een 3/4 uur staat, dan ben ik wel klaar mee. Ik doe nog één drone opname. Dan word ik geprepareerd, hè? Ga je doen, Gerard? Ja, ik krijg gewoon een droge muil. Ik moet even een beetje vet erop doen. Jezus. Mooie locatie, hè? Hier zit niks meer in. The next one. Ja, prachtig. Die heb je box. Prachtige locatie. Nou, mijn ogen zijn vrij wit nog, hè? Ik denk dat ik een paar kilo's aangekomen ben hier, ja. Weer er spijt van? Ja. Nou ja, want dat zie je op beeld zo snel terug, in je gezicht. De eerste locatie zit erop, ben je blij? Ja. Het is toch heel koud. Je knapt er natuurlijk niet van op van dit weer. Het is heerlijk om erin te wandelen, maar niet uit om te filmen. Maar dan is in de tropen hetzelfde. Als je naar 11 onder 0 zit of het is 30 graden. En daar valt altijd wel wat te zeiken. Nou, daar ben ik goed in. Welke auto is het nou? Geen idee. Geen idee? Nee. BMW. Ja, een beetje loopneus, jongens. En loopneuzen.
Nou, deze locatie, dat ging perfect. Jezus. En we gaan nu naar de volgende locatie. Ja, klopt. Ja. En dat is volgens mij de kerk. Nou, dat kan nooit geen kwaad dat we daarheen gaan. Het is een prachtig kerkje in Gerlos. En daar doen we ook nog een paar opnametjes. Dus het gaat zeer voorspoedig. De volgende locatie, Gerard? Ja, dat is hier in het kerkje hier in Gerlos. Hartstikke mooi. En ik heb hier ooit wel eens kaarsjes, toen Whitney Houston overleden was, heb ik kaarsjes gebrand. Ja, voor allemaal heel veel mensen eigenlijk. Maar ook voor, dat vonden wij, zijn mensen toen zo van geschrokken. Maar het kerkje is heel bijzonder van binnen. Overigens al die oosten. Ja, ik ben dol op kerk hoor. Kom er te weinig, maar ik vind het wel mooi. Wow. Ja, man. Super. Ik hou heel erg van de mystiek. Ik van iets wat je niet kent. Dus het is, heeft altijd een sfeertje, welke kerk je ook binnenloopt. Dus er zijn natuurlijk heel veel mooie dingen gebeurd, maar ook heel veel droevige dingen. Begrafenissen, mensen die herdacht worden, maar ook bruiloften en inzegeningen. En ik ben natuurlijk gereformeerd opgevoed, maar dit is natuurlijk iets meer katholiek-achtig, deze kerk. Maar het is, ja, ik vind dat altijd heel apart. Ik ben ontzettend van die beelden. Wat zijn het? Nee, dat is Jezus die het kruis draagt. Wordt hij nog geslagen? Krijgt hij natuurlijk nog die doornkroon? Ja, het is allemaal Bijbelse verhalen, discipelen allemaal daar. Mooi hè, Jook? Die beelden vind ik ook zo, die vind ik ook zo mooi. Heel veel licht erop hoor. Ario. Heel veel licht. Mooi kerkje, hè? Met een lekker heerlijke keur. Maar je hebt er een beeld van. Ja, maar het is natuurlijk ook wel de sfeer. Het is de sfeer, het liedje. En het is de herinnering van de Sound of Music. Het is gewoon een tranentrekker. Ja, dit wordt het wel. Ik heb er meer mee dan met Hansi. Doe nog even het roodje. Nou, mooi toch? Ja. Heel mooi. Prachtig. We blijven hier raken. Ja, heel. Heel weg. Hartstikke bedankt toch, maar dank. Jij bedankt voor de moeite. Ja, dank je. Super, het wordt prachtig, dank je. Succes. Leuk. Ja, nou, we hebben nu nog een paar tracks gedaan hier, zowel met de drone als gewoon in het kerkje in Gerlos. Het is zo indrukwekkend hier allemaal, dit. En we gaan nu even boven lekker wat eten. Ik sterf van de trek. Oei, nee, ik heb geen skipas bij me. Oh. Ofwel, nee. Jook heeft jullie allemaal een kaars aangestoken. Nou, dat is heel lief. Ja. Heb je skipas niet bij je? Nee, dus we kunnen er niet in. Ik moet even skipas halen. Ja. Werd er een beetje emotioneel van? Ja, maar dit is wel iets wat iedereen gaat raken hoor. Als je dit echt, of weet je, dit is echt iets... Jeetje Gerard, over de klappen van 2023. Nou nee, het is, kijk, het is ook een... We hebben ze voorspeld, hè? 100 keer. Dan krijgen we een wereldhit. Nee, maar dan moet ik een skipas hebben. Ja. Dan moet ik even terug naar het hotel. Wat moet je hebben? Heb je al een skipas bij, hè? Ja. Wie heeft een skipas vergeten? Ik heb een skipas vergeten. Uh-oh. En nu? Nou, dan zou blijf jij beneden? Maar die voor mij ging halen. Blijf jij beneden dan? Let op het tafeltje. Tafeltje in mijn... Ja, wij hebben hem wel bij ons. Heb je een been van mijn tafel helemaal gehad? Nee, jou niet. Je moet je kaarten mee nemen, zonnebrillen. Ja, ik en nemen we er zeker uit handschoenen mee. Ja. Nee, ik heb ook helemaal geen kaart. Ben je je kaartje vergeten? Ja, ik wil nog niks ruimte. Hallo. Ik heb voor mij nog een nieuw kaartje 206. Yes. Ik, die ligt nog op mijn kamer. Het was met mijn dagje al vast weer wel, hè?
Hoeveelste keer is dit dat je je kaartje bent vergeten? Ik denk de 200ste keer. Hartelijk dank. Alsjeblieft. Dan zit ik op verkeerde etage. Had ik gisteren ook al. Ik zat op de verkeerde etage. Ik zit op twee. Ik doe één kaartje, dat kutkaartje doe ik niet. Ik zit gewoon op de verkeerde etage. Ja, mocht je mij willen volgen via een ander kanaal, dan kan dat. www.gerardjoling.nl, YouTube-kanaal, Instagram, Instagram Story, Facebook, Twitter, TikTok. En laat een bericht achter als je het leuk vindt. En als je het niet leuk vindt, mag je ook een bericht achterlaten, want zo makkelijk zijn wij. Blijf me volgen. Je kunt altijd nog lid worden van mijn YouTube-kanaal. Kost je helemaal niks. Ik ben er hartstikke blij mee. En ik hoop dat ik jullie er ook weer blij mee kan maken. Dus ik wens jullie een fijne week. Een dikke knuffel van Geer. En geniet ervan.